Golfbalvereniging Tilburg bestaat dit jaar 90 jaar. In 1922 opgericht als korfbalvereniging Volt. In 1967 is er een vereniging bijgekomen aan de Wanderbos. En in 1988 zijn die samengegaan als korfbalvereniging Tilburg. Te vinden in de Racehof aan de Bladerstraat. Een bloeiende vereniging. 400 leden, waarvan er 260 in allerlei teams op allerlei niveaus korfbal spelen in Nederland. Vandaag is de open dag van Tilburg. En de eerste en de tweede, ons tweede team, worden vandaag voorgesteld aan het publiek. Dat helaas vanwege de regen niet in al te grote getale is opgekomen. Korfbal is een redelijk populaire sport, 100.000 beoefenaars in Nederland. Wij zijn de tweede vereniging uit het zuiden van het Nederland qua ledenaantal. Maar wat goed nieuws is dat we een van de weinige verenigingen zijn in Nederland die nog leden groei laat zien. Zelfs vandaag heeft ons weer 3 nieuwe leden opgeleverd. Het weekend vieren we dus onze 90-jarige jubileum en onze jaarlijkse open dag. We hebben dat gekoppeld aan een goed doel, Kika. Dus gisteren en vandaag hebben we geld opgehaald voor het onderzoek naar kanker bij kinderen. Om die kinderen ook een handje te helpen. Daar hebben we veel hulp bij gehad van sponsoren, met name van Oers. Die geheel belangeloos een hoop dingen ter beschikking heeft gesteld waar wij geld mee kunnen ophalen. Ook zijn de kinderen aan het schieten geweest, sponsorgelden opgehaald. Dus aan het einde van de dag zijn we zelf blij, maar hebben we ook een hoop andere mensen daarmee blij kunnen maken.